We hebben vanmiddag hier in het Bisschopshuis in Den Bosch met elkaar kennis gemaakt en nagedacht over de mogelijkheden om rond 9 oktober, de dag van de heilige Dionysius, aandacht te besteden aan het behoud van de aarde, met name ook van de wouden en de bossen als de longen van onze aarde. De heilige Dionysius is patroon van Tilburg en in die zin bekend in ons bisdom. En de katholieke kerk die wil zich inzetten voor het beschermen van de aarde in de lijn van het spreken van Paus Franciscus in zijn beroemde encycliek Laudato Si van 2015, waarin hij oproept om de aarde als ons gemeenschappelijk huis te beschermen. We hebben toch als mensen de neiging om vooral naar onszelf te kijken en onze eigen belangen te verdedigen. En we zijn er meer en meer achter gekomen dat het ten koste gaat van andere onderdelen van de schepping. En daarom is het goed om wat dat betreft onszelf te corrigeren en zorg te hebben voor het milieu. En dat zou bijvoorbeeld kunnen op de feestdag van de heilige Dionysius, 9 oktober, om bomen te planten, om daarmee aan te geven dat wij het belangrijk vinden om de wereld groener te maken en daarmee ook de duurzaamheid wat dat betreft recht te doen.